Eentje dus, ja. En dan gaan we naar culturele diversiteit. Dat was niet van de eerste keer gelukt. Maar de tweede keer zaten daar maar liefst 5 mensen. En denk ik toch wel heel veel verschillende herkenbare verhalen. En wat specifieke drempels. En ze wijzen naar elkaar. Schering. Voilà, dat valt samen. Schering. Toen, dat hebben we niet echt. Niemand heeft dat echt. Ik denk dat ook niet bestaat. Maar ja, wat hebben we opgeschreven? Paisages, niet het kleine, niet het. Dat was heel een beetje. Hoe was dat nu? Hete aardappel. Culturele diversiteit, dat ligt heel gevoelig. Omdat je daar werkt met vooroordelen, met verschillen, en die je niet altijd kunt weerleggen met feiten of met observaties. Het is gevaarlijk om te veralgemenen. Het is ook gevaarlijk om direct te veel te willen. Mensen hebben dikwijls lange tegen. Dus dat is een klein steentje verleggen in de rivier. Wel, culturele diversiteit is op zich moeilijk, omdat het gaat om gevoelens. Dus is directe communicatie met een medewerker niet altijd evident. Wat wij van plan zijn te doen, bijvoorbeeld rond een thematiek waar de bewoners last hebben van lawaai van medewerkers, is bijvoorbeeld een week lang tussen bepaalde uren, dus na het middageten tot 4 uur bijvoorbeeld, een stiltemoment in te lassen.